In Eindhoven's bekendste kerk, de Catharinakerk, vindt zo dadelijk om 10:30 de carnavalsmis plaats. Iedereen is er, bekend Eindhoven en wij natuurlijk ook. Eens even kijken hoe dat nou in zijn werk gaat, zo'n carnavalsmis. Een gezegende mis. Was de Catharinakerk in Eindhoven weer volgestroomd met carnavalsvierders. Diverse dweilorkesten en zangers zorgden voor een uitzinnige sfeer in de anders zo gedecideerde kerk. Maar er was ook tijd voor bezinning, onder leiding van verschillende sprekers. Pastor Koos Gordijn riep de bezoekers op het niet bij deze ene dag te laten, maar zeker ook het feestgedruis gepast af te sluiten met het askruisje op woensdag. Het is als woensdag. Komt u? Nee, ik kom niet. Nee. Maar dit is wel een vast gebruik voor u om met carnaval hier naartoe te gaan? Ja, ja. Ik vind het een hele leuke mis. Samen met uw moeder? Nee, mijn zus. Oké. Wat geeft die carnavalsmis nou voor extra? Dat geeft wel een hele bijzonder gevoel van dat iedereen met carnaval betrokken is. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Daarom vind ik het leuk om hier te komen. Vindt u er nou van, zo'n sfeer in zo'n kerk? Jammer dat het alleen met carnaval zo is. Het zou iets wat vaker moeten kunnen. Wat vindt u daar nou van, met z'n allen zo in de kerk met carnaval? Het heeft toch een betekenis. Samen, de verbroedering. Dit is niet de eerste keer voor u? Nee, het is niet de eerste keer. Dus we zien u waarschijnlijk met het askruisje ook wel terug woensdag? Nou, dat gaat helaas niet lukken omdat ik moet werken. Okay. Maar anders had het misschien gelukt. Maar... Think we are crazy or something? No, it's okay to have fun like this for once in a while, I think. I hear you laughing. Yeah, it's very funny to see everyone dressing like this. I thought it's only for kids, but everyone is dressing like this. Ons is druk als andere jaren. Dus u komt wel vaker? Ik ben nog elke carnavalsmis geweest. Wat vindt u van deze editie? Hij is anders, hij is mooier. We'll be right back.